it's Christmas. But now it's Christmas. Yes, it's Christmas. Yes, thank God it's Christmas. We staan hier voor het huisje van Maria. En jullie zien, Maria is aan het vingerhaken. En weet je waarom? Nee. Maria die gaat een hele lekkere warme sjaal maken voor Jozef. Want jullie weten misschien al, Jozef is timmerman. En als je met dit weer buiten moet werken als timmerman, dan kun je een sjaal heel goed gebruiken. Nou, en wat is er nou aan de hand? Maria zit zo erg te haken, totdat ze plotseling heel erg schrikt van... Maria, daar ben je. Maria, ik heb een boodschap voor je. Een hele bijzondere boodschap. Je zult spoedig een kindje verwachten. Een klein kindje. En het is een jongen. En je zult hem Jezus. Zagen jullie ons erg? Maria moet schrikken van die engel. Je moet schrikken, hè? Nou zeg, maar ze is wel heel blij. Kijk, ze lacht. Ze is zo blij dat ze zo'n bijzonder kindje in haar buik heeft. Oh, wat geweldig. Dit moet ik aan Jozef gaan vertellen. En wat denk je? Jozef hoorde het nieuws van Maria. Hij zei, yes, ik word papa. Het verhaal nu verder afloopt, dan gaan jullie luisteren om de hoek bij het volgende tafereel. Ben je klaar? De keizer, de baas van het land, wil precies weten hoeveel mensen er in zijn land wonen. En daarom moeten alle mensen naar de stad of naar het dorp gaan waar ze geboren zijn. En daar moeten ze geteld worden. En wie dat niet doet, die zal gestraft worden. Jozef en Maria moeten dus naar Bethlehem gaan. Ze gaan op weg, maar Maria heeft toch ook al een hele dikke buik. Kijk, daar achter, daar gaan ze. Ja. Maria heeft het hele eind moeten lopen. Het is al laat en het is koud en nat en ze willen ergens slapen. Maar alle herbergen en B&B's zitten vol. Reserve-ezel. Ja, is hij deze? Mag er uit worden. Is hij deze? Gaat u mee? Ja, kom, we gaan achter de mensen aan. Geboren werd. In die tijd was Herodes was de keizer van het land. Maar Herodes was niet zo'n heel erg aardige man. Ik heb begrepen dat er binnenkort een kind geboren wordt. En dat kind dat gaat net zo machtig worden als ik. En dat vind ik eigenlijk niet zo leuk, dus dan wil ik aan jullie vragen of jullie dat kind willen gaan zoeken. En als jullie dat gevonden hebben, moet je er gewoon voor zorgen dat dat kind niet zo machtig wordt als ik. Willen jullie dat doen? Natuurlijk niet. Oh, wacht.
dan moet ik de tekst uit de Bijbel maar bij gaan halen, denk ik. Heel goed gedaan, hoor. Ja. Je hebt op de goede plek zitten. Dan mogen jullie zo naar die kant verder. En veel plezier nog. Ook al hoe dat beestje heet. Je zus. Oh jee, ik dacht je zus. Die heeft hier van de oren. Ja, dat vond ik ook. Want hier is het zo koud. Hier rechtsaf, daar liggen nog meer herders geslapen. Maar stilletjes dan schapen, want als ze wakker worden, dan zijn ze echt te bleven. Maar dan opeens hadden ze wacht, want er komt een heel vlak licht. En wat zien ze daar? Kijk dat ik een engel. Er is een heel bijzonder kind geboren. Het ligt in de stal in Bethlehem. Ga maar gauw kijken en doe maar heel veel groetjes van mij. Dag. Als jullie verder lopen en de ster volgen, dan kom je vanzelf bij het kindje uit. Zo, en Wijk TV De Valuwe is al voor de derde keer de lichtjesroute aan het volgen. Want die prachtige lichtjestocht is hier uitgezet door het centrum van Kuik. En hier zitten we even in de schuur van de herders of zo. En bij mij heb ik... Josephine van Adem. Josephine, jij bent een van de herders vandaag, hè? Ja, klopt. Ja. Ja. Hoe vind je dat? Heel leuk. Heb je vaker meegespeeld met dit prachtige lichtjestocht? Ja, één keer eerder. En was je toen ook herder? Ja, ja. En wat maakt het zo leuk om dat hier zo te doen? Alles. Alles? Ja. Ja. Ook omdat ik hier heb... Ik heb hier ook... een tijdje geleden gewerkt. Aha, dus je bent op een bekend stukje hier. Ja, ja, ja. Ja. Nou, jullie hebben een mooie stal hier gemaakt, hè? En jullie zitten lekker de hele tijd te zingen, of niet? Ja, klopt. Straks lekker even een oliebol eten? Ja. Oh, heerlijk. Nou, wij gaan weer verder op de route. En ik zie alweer bijna nieuwe mensen aankomen. Dus wij gaan gauw de stal uit. Veel plezier nog. Graag, dank u wel. Ja, en u zult wel denken van... Die mensen die zijn niet helemaal lekker. Want die lopen met dit koude weer in een korte broek. Maar dat doen jullie niet voor niks, hè? En jij bent? Ik ben Elin. Elin, korte broek. Beetje gek, hè? Nou, ik loop in een korte broek voor het goede doel, voor Kika. Dat mijn broertje Fedde is ziek en... Daarom lopen wij in korte broek om geld op te halen. Ja, we hebben jullie natuurlijk al eens eerder gezien, hè, met jullie actie van de tosties en de chocomel. Is die goed verlopen? Zeker weten, ja. Ja. Maar nu, ik snap het nog niet helemaal. Waarom die korte broek? Nou, eigenlijk het idee van Kika korte broek is dat mensen die aangespreken van ja, waarom draag je nou een korte broek? Want het is hartstikke koud. En dat je dan kan zeggen dat je het voor Kika doet en dat ze geld kunnen doneren. Oké, dus eigenlijk net als wat ik doe van waarom doe je zoiets geks? Ja, eigenlijk wel ja. Nou, dat vind ik wel een heel goed plan dan om op deze manier te doen, want het werkt wel hè? Zeker. Ja. En haal je ook wel een beetje geld op nu dan? Ja, het gaat heel goed. Ja?
Oké. Okay. Nou. Elkaar bij ons, hè? Voor de scannen. Ja. Ah, kijk, de scancard. Daar gaan we zo eens even kijken. En verder hou ik jullie niet te lang op, want jullie willen natuurlijk wel de hele route lopen, of niet? Ja. Nou, oké. Okay. Loop ze en dan straks aan een warme chocomel maar weer. Ja. Dank jullie wel. Dank je wel. Van de oude stempel. Ik heb gewoon goud meegenomen. Dat is het makkelijkste eigenlijk. Gouden balletjes voor in de kerstboom. Leuk bij de kinderen natuurlijk. En zoals jullie al weten, misschien van jullie, die krijgen al zakgeld. Maar onze Jezus die krijgt natuurlijk ook zakgeld op een gegeven moment als het groter is. Vind ik toch wel leuk hè, dat iemand geld krijgt, toch? Zakgeld, dat is fijn hè. Ik ben Kasper. En ik krijg bijna de beroemde pillendoekjes. Want Jezus met zijn poepbellen en zo'n kribbe, dat kan je. En als hij dan de Pepsi weer schoon heeft, krijgt hij een mandarijn. Dat is goed voor de vitamintjes. En goed voor de wijn. Ja, goed voor de wijn. Ja, en ik heb niet zo'n stem van de zee. Dus, ik ben Melchior en ik heb voor de baby een heerlijke, lekker olie om op zijn huidje te smeren. Nou, dus jullie zien wel, het babytje wordt verschrikkelijk verwend door deze drie koningen. En hoe het met Jezus verder vergaat, dat zien jullie in het volgende tafereel. Daarvoor moeten jullie hier de hoek op. En dan waai je eigenlijk de muur van toe op. En dan kom je bij de kerk. En in de kerk, daar zie je de kribbe met het kindje Jezus. En zoals altijd eindigt de lichtjestocht in deze prachtige kerk hier in Kuik, de Martinuskerk. En hier heb ik drie dames gevonden en die zijn de stallen aan het bewonderen, of niet? Jouw naam is? Fenna. Noortje. En? Ik ben oma Jan. En hoe vind je de kerststallen hier in de kerk? Ik vind het tot nu toe wel heel leuk. Ja? Ja. En wat vind je er vooral leuk aan? Nou, kijken naar de beelden en wat ze vroeger allemaal hebben gedaan. Dat vind ik vooral leuk om te leren dus. Ja. En ken je het kerstverhaal een beetje? Een beetje, want ik ga zondag optreden in de kerk in Boksmeer en dan moet ik het kerstverhaal naspelen. En wat ben jij dan? Ik ben dan herder. Je bent herder dan. En ga je ook mee het kerstverhaal spelen? Nee. Mijn zus is niet zo van toneel. Nee, maar je vindt het wel leuk om hier rond te kijken nu? Ja. Ja? En waarom kom je ook? Omdat mijn opa hier gaat optreden. Het is kop. Ah, en wat gaat hij doen? Hij gaat zingen dadelijk. Ah.
Dus daarom hebben we hier ook een trotse oma erbij staan. Ja, natuurlijk, natuurlijk. Ja. Ja. Alleen die kan niet zo mooi zingen als opa, dus wij komen luisteren. Ik kan mooier dan opa zingen. Ja, nou, ja. En zo heeft iedereen zijn eigen talenten hier in Kuik en omstreken, toch? Ik wens jullie hele fijne kerstdagen en geniet van opa. Ja, hetzelfde. En hetzelfde, hè? Ja. Oké, fijne kerst. En dat was het dan alweer, de Lichtjestocht 2023. Hij was weer een beetje winderig, een beetje regenachtig, maar desalniettemin, hij was zeker weer mooi. Hier nu de afsluiting in de Martinuskerk met heel veel mensen die hier nog luisteren naar muziek en zang en zo. Dankjewel allemaal.